Filip, vandaag persvoorstelling voor uw afscheid. Hoe voelt Filip Meira bij zijn afscheid? Het is een beetje twee verschillende emoties, hè. Content en een beetje triest. Het is plots gedaan. Natuurlijk, het begint het laatste jaar, of we zijn 2008, was een slecht jaar. Het gaat minder en je moet dat op een bepaald moment aanvaarden. Ik heb dat nu aanvaard en besloten van dat hoeft van deze zondag mijn laatste koers gaat zijn, mijn laatste internationale koers, want ik zal ook nog wel eens kampioenschap rijden. Maar het is eigenlijk mijn afscheid, mijn grote afscheid van de mountainbike zondag. Er zijn daar de meeste supporters aanwezig, het is de beste ambiance. Ik heb een sterke band met Oefalize, ik heb daar in 2000 de wereldbeker gewonnen. Ik ben ereburger van Oefalize. Veel supporters, het is eigenlijk een ideale koers om afscheid te nemen. Het parcours is vooral in Oefalize, bent u daarvan op de hoogte? Ik heb nog het parcours nog niet gezien in Oefalize. Ik zal donderdag naar de koers gaan, naar Oefalize gaan en in de namiddag ga ik op parcours gaan trainen. En dat is voldoende om de verandering te zien. De veranderingen zullen niet zo groot zijn. En als je dat niet veranderd is, ken ik van buiten. Heeft Filip een bepaalde doelstelling voor de koers zondag? Ik wil mij vooral amuseren op de fiets en ik wil een goed gevoel hebben in de koers. Als ik mij goed voel, dan ben ik tevreden en dan maakt mijn plaats niet uit. Maar uiteraard hoop ik op een redelijk deftige plaats. Dus wheelies zijn uitgesloten of met veel plezier voor de koers? Wheelies zijn totaal niet uitgesloten. Wheelies gaan er zeker komen. Dus we kunnen Filip volgen door het stemgeroep van de fans zondag. Het schijnt dat je inderdaad kunt horen waar dat ik op parcours ben door de supporters. Daarnaast schijnt ben je van plan om volgend jaar nog een jaar op de weg extra bij te koersen. Hoe ver is dat zeker? Dat is totaal nog niet beslist. Dat is alleen een idee dat open ligt. Maar het is nog niet zeker dat ik volgend jaar nog zal koersen. Dat hangt ook een beetje af van hoe ik mezelf voel in de koers. En, ik weet nooit dat er een job komt, dan ligt de keuze helemaal anders. Het is nog niet zeker dat ik zal koersen. Dus als een bepaald team zegt, ja, wij willen nou iemand die technisch vaardig uitleg kan geven aan de jeugd. Dan sta ik daarvoor open. Oké, hartelijk dank, Filip. Ja,